welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een winactie. Maar deze keer is de winactie in samenwerking met W7 Cosmetica. Ze hebben me allemaal leuke make-up gestuurd die ik in deze winactie kon doen. Dus één van jullie gaat een heel groot W7 pakket winnen. En weer voordat ik begin met de video. Ik denk dat heel veel mensen gaan vragen naar deze make-up look. Ik heb op mijn lippen Ofra Liquid Lipstick Charmed heet die. En de ooglook heb ik gemaakt met de W7 Dusk Till Dawn. Paletje, deze. En ik heb het nieuwe W7 Metal Pop paletje gebruikt. Met allemaal van die shimmers. En de make-up look staat of al op mijn Instagram of hij komt vanavond. Eén van de twee. En dan kun je gewoon zien wat ik allemaal heb gebruikt. Mijn Instagram is gewoon mijn voor- en achternaam. Sarah Marieke. Vergeet me vooral niet ook daar te volgen. Zodat je allemaal leuke make-up looks ziet. Die ik niet op YouTube doe. De feestdagen komen eraan in make-up land. Want ook al is het pas in december. Heel veel make-up merken beginnen al nu al met hun pakketjes te maken. En W7 heeft er ook al heel veel. En ik heb hier echt 10 pakketten of zo. Die allemaal voor één van jullie zijn. Dus laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te abonneren en te liken. Oh mijn god, ik hoor allemaal muziek van buiten. Ik hoop dat je het niet in deze video gaat horen. Ik ga eerst al de make-up laten zien. Dan weet iedereen wat je kan winnen. En op het einde vertel ik wat je moet doen om te kunnen winnen. Ik vraag iedereen. Ik heb al een aantal winacties gedaan. En ik herhaal het iedere keer. Doe alsjeblieft alle stappen. Want als je er eentje niet doet, doe je gewoon niet mee. En dan kun je ook niet winnen. Dus follow alle stappen. Ga ook nog niet daarnaast mij e-mailen of DM'en. Want dat is geen extra kans om te winnen ofzo. Het is gewoon alleen maar vervelend voor mij als ik 100 DM's krijg met hey, ik doe mee, ik wil winnen, dit, dat. Dat heeft echt absoluut geen nut, want daardoor ga je niet extra winnen ofzo. Doe gewoon die stappen en uit de comments hieronder ga ik dan iemand laten winnen. Oh, mocht je by the way vandaag iets zien waarvan je denkt ik wil dit gewoon al nu al hebben en ik wil gewoon betalen en binnenkrijgen in huis. In de beschrijving hier beneden staat gewoon de W7 website met mijn kortingscode erbij. En dan kun je gewoon bestellen mocht je dat willen. Oké, het allereerste is de W7 Stargazing Eye Soothing Gel Mask. Dit ziet er echt heel leuk uit. Dit is een glitter oogmasker. Zo ziet hij eruit. Het is echt een masker die je op je ogen legt en voor een kwartiertje erop laat. En dat helpt om je ogen minder vermoeid te maken. En je kunt hem vaker gebruiken. Dat is ook wel fijn. Ik heb hier de W7 Balm Impact. Balm High Impact Highlighter Trio. En hier zitten 3 W7 highlighters in. Vooral deze is zo mooi. Ik weet niet of jullie de Balm Mary Lou highlighter kennen. Dit is echt een dupe. Deze is een beetje champagne kleur. Die is meer roze en die is meer paars. Dus dan heb je in dit soort van bakje, blikje. Omdat het is, ja, blik. Heb je dus 3 mini highlighters. Dan heb ik hier de W7 Kapow Knockout Lashes Mini Mascara Trio. Hier zitten dus 3 mini mascara's in. Je hebt de W7 Massive Lashes Volume Mascara, de W7 Lash Tastic False Liquid Lashes en de W7 Lashes Galore Gel Volume Mascara. Nou, het is altijd fijn om 3 mascara's te hebben. Ik adviseer wel om ze niet gelijk alle 3 open te maken. Want mascara's zijn maar 3 maanden goed. En dat is ook echt zo. Na 3 maanden ga je ze ook gewoon echt niet echt meer kunnen gebruiken. Misschien wel iets langer. Maar meestal met mascara's is het wel echt na 3 maanden gewoon echt klaar. Het volgende is nog zo'n bakje. Dit is de W7 Whole Heroes Super Mini Glow Kit. En deze is ook echt heel leuk. Hier heb je dus losse glitters. Deze zijn zilver. Je hebt een holographic stick. Dit is een strobe stick. Dus dat is een soort van stick highlighter. En je hebt nog zo'n W7 mini highlighter. Dit is dezelfde als die hierin zit. Dus dan heb je de 2. Die kun je misschien aan een vriendin geven, aan je moeder geven, aan je zus geven, aan wie je wilt. Of je houdt ze gewoon lekker allebei zelf. Dan heb ik hier de W7 Mini Magic Makeup Remover Clutch. Je kunt hem niet zien, maar het is een soort van doek die je alleen maar nat hoeft te maken. En dan kun je daarmee je make-up afhalen. Ik adviseer wel om als je kan en je hebt de tijd om je make-up gewoon met goed spul af te halen. Maar als je gewoon haast hebt of je komt net terug van de club of van de feest. En je hebt geen zin om al je routines te gaan doen om heel je make-up eraf te halen. En je wilt het gewoon even snel doen. Is dit een hele handige manier, want je maakt hem alleen maar nat. Je gaat ermee over je gezicht. Een aantal keer en je gezicht is gewoon make-up
vrij. Dus deze is ook heel handig. En dan heb ik hier de W7 Up All Night Glitter and Sparkle Stay Kit. Zoals je al wel hoort, glitter. Dus dit zijn alle drie glitters. Deze zijn een beetje wittig. Deze zijn zilver en deze zijn zwart. En je hebt gelijk een lijm erbij om ze mee aan te brengen. Dus vooral voor de mensen die van glitters houden. Deze is super leuk. En als jij nou totaal niet van glitters houdt, kun je hem ook gewoon bewaren tot kerst of zo en hem inpakken en hem als cadeautje geven. Oké, dat waren een beetje alle kleine pakketjes. Nou heb ik hier nog 1, 2, 3, 4. Ik weet niet waarom ik dat moest tellen. Ik kon ook gewoon meteen zien dat er 4 zijn, maar oké. Hier heb ik de 4 grote pakketten en ik denk dat jullie deze nog extra leuk gaan vinden. Ik heb de W7 Love Taxi Who Will You Be Today in Make-up Collection. Kijk hoe leuk dit er allemaal uitziet. Dit is echt zo leuk om aan iemand te geven. Ik vind het ook echt heel leuk om nou dit aan iemand van jullie te geven. Ik zal hem even openmaken. Hier zit in een oogschaduwpaletje met prachtige natuurlijke kleuren. Je hebt 1, 2, 3, 4 matte kleuren en je hebt 2 glitterkleuren. Hiermee kun je hele mooie alledaagse looks maken. Je hebt een lippotlood, een lipcream en een mascara. Deze mascara is de grote versie van de kleine mascara's uit die andere pakketje. Dus dan heb je de grote en de kleine. Heb je weer allemaal extra. Ik heb hier de W7 Beam Me Up Illuminators. Dit zijn liquid highlighters. En het leuke is dat deze doos, ik wil steeds zeggen doos. Hoe noem ik dit? Een pakket of doos of zo, whatever. In ieder geval dat dit ding precies eruit ziet als die highlighters. Ik vind dat wel echt heel leuk gedaan. Ik zal ze ook even alle drie laten zien. Nou, dit zijn ze dan. Je hebt een wittige, een roze en een champagne bruinige highlighter. Dus je hebt echt voor elke huidskleur is er sowieso wel eentje die er matcht hopelijk. En de rest kun je ook weer gewoon weggeven of je houdt ze weer alle drie zelf. Nou, nu komen de laatste 2 grootste pakketten. Deze vind ik persoonlijk allebei echt het leukste omdat het gewoon zoveel is. Ik heb hier de W7 Around London Town pakket. En hier zit echt heel veel in. Ik ga hem niet openmaken, want je kunt het gewoon hier allemaal zien. Je hebt een oogpotlood, mascara. Wat is dit? Oh, weer zo'n strobe cream. Bronzer, weer die highlighter. Nou, je hebt er al 3 van die. Primer en mijn favoriete W7 banana poeder. Dat is dus deze. En iedereen die mijn video's bekijkt weet hoe geweldig ik deze vind. Dus deze is super, super fijn. Deze ook, dus echt... Dit is echt een geweldig pakket. En ja, ik denk dat je echt heel veel gaat hebben aan dit pakket. En dan de laatste, de W7 Hall of Fame pakket. Hier zitten 3 full-size oogschaduwpaletten in. Je hebt hier de W7 Delicious palet, de W7 On The Rocks palet. En de een van de nieuwere paletjes, de W7 Dusk Till Dawn palet, waarmee ik ook deze look heb gemaakt. Deze 3 zijn super mooi. En het leuke is dat deze 3 dupes zijn van 3 hele dure oogschaduwpaletjes. Ik heb ze alle 3 ook al. Ik heb ook met alle 3 looks gemaakt. Staan allemaal op mijn Instagram, mocht je die willen zien. Of mocht je inspiratie willen wat je kunt doen met deze paletjes. Ga maar gewoon snel dan naar mijn Instagram. De W7 Delicious is een dupe van de Anastasia Beverly Hills Renaissance Palette. De W7 On The Rocks is een dupe van de Anastasia Beverly Hills... hoe heet die ook alweer? Wacht, ik ga hem echt nu meteen opzoeken. Ik ben echt de naam vergeten. Oh, van de Anastasia Beverly Hills Subculture Palette. Daar is die een dupe van. En deze is een dupe van de Huda Beauty Desert Dusk paletje. Dat paletje is ook echt super mooi, maar die is €65. En ik denk dat niet veel mensen dat bedrag willen gaan opmaken aan een paletje. Dus deze is een stuk goedkoper. Deze zijn al 3 rond de €8 ongeveer. Maar de winnaar heeft ze dus alle 3 gratis. Nou, dat waren dan alle pakketten. Het is echt super, super veel. Vooral omdat in elk pakket best wel veel zit. Dus je hebt over het algemeen in totaal echt heel veel make-up die jullie krijgen. En ik hoop echt iemand hier heel blij mee te gaan maken. Je mag het houden, je mag een paar dingen wegdoen. Aangezien er in een aantal pakketjes dezelfde dingen zitten, kun je ook heel veel wegdoen. En je kunt ze ook bewaren voor feestjes. Je kunt ermee doen wat je wilt. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen wat je hiermee kunt doen. Oké, nou komt dus het spannende gedeelte. Wat moet je doen om dit te winnen? Het is in principe niet echt heel veel. Dus ik wil het altijd gewoon makkelijk houden. Oké, het allereerste wat je moet doen is like deze video, of course.
Abonneer op mijn kanaal en abonneer op het W7 YouTube kanaal. Ik zet ook alles in de beschrijving en dan kun je er gewoon heel makkelijk heen. Het tweede wat je moet doen is volg mij op Instagram en volg W7 op Instagram. Ook de linkjes van die staan in de beschrijving. En dan als laatste is, laat in de reacties een leuke reactie achter. Het maakt niet uit wat, laat gewoon iets achter, zodat ik weet dat jij meedoet. En heel belangrijk, laat ook je Instagram naam achter. Dus zet hieronder je Instagram neer en gewoon iets leuks, gewoon een leuke zin of zo. Whatever, gewoon waarom jij wilt winnen of zo. Maakt niet uit wat je zet. Voor de mensen die geen Instagram hebben, die zullen nou wel denken van ja, maar ik wil ook meedoen, maar ik heb geen Instagram. Je kunt echt super makkelijk een Instagram aanmaken. Download gewoon even snel de app. Maak gewoon snel een account en doe gewoon even mee. Je kunt hem weer deleten na deze wedstrijd. De wedstrijd loopt voor 1 week. Dus let goed op, over 1 week, dus volgende week zondag, maak ik hieronder in de comments onder deze video bekend wie er gaat winnen. Want ik krijg heel vaak de vraag door de week heen van wanneer laat je het weten en waar laat je het weten. Aanstaande zondag laat ik het weten onder deze video in de comments. Dus ik zal het nog 1 keer herhalen. Like de video, abonneer op mij en op W7 Instagram. Volg mij op Instagram en de W7 Instagram. En laat in de reacties jouw Instagram naam achter plus een leuke reactie. En dat was het dan. Dan loopt de wedstrijd voor 1 week. Ik hoop dat iedereen deze video weer leuk vindt. Ik vind het altijd heel leuk om winacties te doen. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt woensdag om 1 uur. Doeg!